dames en heren, heel hartelijk welkom op deze 7e verenigingsdag van de KNSB. Met zo'n 330 deelnemers, heb ik me laten vertellen aan dit congres, hebben we nu al een record te pakken. Dit is voor de trainers een bijscholingsbijeenkomst. En er zijn heel veel trainers en er zijn bestuurders en vrijwilligers. We hebben al 6 jaar dit gedaan. Dit is het 7e jaar. Nu zijn er dus heel veel trainers bij aanwezig. Maar het belangrijke is denk ik de ontmoeting. Dat ze allerlei informatie kunnen uitwisselen. Dat ze elkaar leren kennen. En alle workshops die hier zijn, het is fantastisch. Het zijn echt fantastische workshops. Maar het is ook zo fijn om eens een keer met andere mensen om de tafel te zitten die in eenzelfde situatie zitten, maar die misschien oplossingen hebben gevonden voor het probleem waar jij mee zit. Bijvoorbeeld de situatie met de vrijwilligers. Er zijn clubs die hebben gigantisch veel vrijwilligers. En hoe kan dat nou dat zij dat wel hebben en jij bijvoorbeeld niet? En wat kan je daar nou aan doen? Ik denk dat we nu moeten starten met de vraag van hoe ontwikkel je als coach. En daar kijken of we wat puntjes voor op kunnen noemen. Als er iets fout gaat, dat je denkt van hè, dat moet anders worden. En ja, het lukt mezelf niet, ga ik ook met andere trainers in gesprek. Ja, we zitten met meerdere van de verenigingen hier al. En ja, er komen toch wel een heleboel gesprekstoffen komen er weer los. En je hebt toch weer andere dingen opgedaan. Wat heel verfrissend ook weer is voor de vereniging. De hoofdreden is eigenlijk om mijn punten te halen voor mijn trainerslicentie. En om daarnaast nog nieuwe ideeën op te doen, zoals hier met vernieuwende activiteiten voor je vereniging. Om zo nieuwe leden te werven. Ja, wat iedereen hoopt te leren. Nieuwe dingen, nieuwe handvaten om te kunnen gebruiken bij je eigen trainingen weer. Nou, er zijn specifieke workshops voor de trainers, dus dan gaat het allemaal om trainingstechnische zaken. Hoe ga ik om met jeugd, allerlei oefeningen met jeugd. Er wordt ook gesprongen, er worden allerlei dingen gedaan. En voor de bestuurders is er bijvoorbeeld speciaal iets voor de penningmeesters. Of er wordt gekeken naar van hoe houd ik nou die vrijwilligers bij mijn club. Of hoe krijg ik weer een nieuw bestuurslid, dat soort van zaken. Nou, omdat ik jeugdtrainster ben van skileren en schaatsen, dus nou, het leek me wel interessant om eens te kijken wat andere trainers doen. Nou, gewoon creatief wezen. De kinderen een uitdaging aanbieden om het leuk te houden. Niet alleen maar de standaard oefeningen, maar afwisseling in de training te brengen. Nou, heel leuk, heel innoverend. Heel mooie oefeningen gezien, die eigenlijk heel onbekend waren bij mij. En ik toe kan passen straks met mijn kinderen met skileren. Het was heel leuk, heel afwisselend, gevarieerd. We hebben praktische oefeningen gedaan, gekeken, geobserveerd, geanalyseerd, kortom, alles wat in het schaatstrainersvak van pas komt. Nou, ze hebben vast heel veel opgestoken, maar wat belangrijk is, is dat je dan er iets mee gaat doen. En het kan best zijn dat dit een aanzet is tot ja, een bepaalde vernieuwing in je club. Het kan voor de trainers iets betekenen, van dat ze iets ontdekken van, ja, zo kan ik het natuurlijk ook doen. Of ze hebben elkaar leren kennen en je denkt van, goh, we moeten elkaar vaker ontmoeten en misschien kunnen we ons dan allemaal een beetje sterker maken.